Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er liggen wolken in de buurt van Nederland en die trekken van tijd tot tijd ook over en de meeste wolken zullen we vinden in het midden en noorden van het land in de loop van de dag in de loop van de ochtend al in het zuiden af en toe een beetje zon. En de rest van het land tamelijk grijs weer, soms valt er uit de bewolking ook wat lichte regen of motregen. Dat is vanmiddag eigenlijk niet anders. Ook dan hier en daar wat licht gespetter in het zuiden. Af en toe de zon, temperaturen 16 graden in het noordwesten van het land tot een graad of 18 in het zuiden. Het waait wel stevig langs de kust en vanavond begint die wind dan langzaam af te nemen. De wind wordt ook wat meer zuidwest. Dan gaan we naar de donderdag toe. En dan zien we in eerste instantie grijs weer met wat buien nog in het oosten. Het wordt in de loop van de dag droog. En af en toe schijnt ook even de zon: 14 tot 17 graden matig tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Vrijdag laat alweer een wat hogere temperatuur zien. Het wordt dan 17 tot 19, plaatselijk misschien 20 graden. De zon schijnt van tijd tot tijd blijft op de meeste plaatsen droog. Geldt ook voor zaterdag en zondag meer ruimte voor de zon en nog wat hogere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.